Van de makers van onder andere Tropico 4 komt nu Omerta City of Gangsters. En de grote vraag is, is het onze en jullie kostbare tijd wel waard om deze game te spelen? America. Here I am, fresh off the boat. $5 in my pocket, dreaming the American dream. I had to get my feet on the ground pretty damn quick. In Omerta, City of Gangsters, speel je een Italiaanse gangster die, weet je, zoals veel Italianen tijdens de drooglegging, of eigenlijk tijdens het begin van vorige eeuw zelfs, naar Amerika komt om daar lekker te immigreren, lekker business te maken. Wat geluk te zoeken, de American dream te leven. Ja, precies. Bijna niemand is dat toen ook gelukt. Sommige mensen hadden een pizza joint en dat was het. De rest ging ongeveer allemaal de maffia in Amerika in. Ja. Zo ook jij als Bas. Dan begint eigenlijk een game een soort van resource management sim meets een hele slappe versie van XCOM. Ja. Een soort van turn-based action. Turn-based strategy action, zo je wilt, inderdaad, action. Waarbij je nu eigenlijk al wel kan zeggen dat beide facetten van de game niet al te goed zijn uitgewerkt. Nee. Nou, laten we beginnen inderdaad met de resource game die het zo over het algemeen is. Laten we helemaal beginnen aan het begin. Jij creëert dus je eigen character. Ja. Daarbij kun je eerst kiezen uit 6 verschillende plaatjes. Plaatjes, ja. Heel erg... 1999 ook. Ja, clichématige Italiaanse kopies. Zo van, ik vond een haircut wel heel tof, maar dat is mijn persoonlijke smaak. Ja, nou, en vervolgens mag je een paar eigenschappen toekennen aan hem. Ja. Is het een beetje een smooth talker? Is het meer een fysieke gast die dreigen niet schuwt en die geweld niet schuwt? En dan krijg je ondertussen wat aanpassingen aan statistieken. Heel bazaal allemaal. Maar ik wou net zeggen, het klinkt alsof het nu een heel, heel big deal is. Nee. Het maakt uiteindelijk ook helemaal geen moer uit. En dat zul je later ook merken als je de game gaat spelen. Maar die statistieken die gaan helemaal nergens over. Misschien dat ze minimale veranderingen in de gameplay teweeg brengen, maar niet meer dan dat. Het grappige is dat bijvoorbeeld als je dan gaat kijken naar dus de resource management sim die het is over het algemeen. Weet je begint in één level. Het ding is namelijk, je wordt steeds voorgekauwd wat je moet doen. Ja. Weet je, het is niet zo van, zoals bijvoorbeeld heel veel simgames van, oké, je begint hier en het einddoel van deze missie of dit level is 1 miljoen, klaar. Hoe je het uitzoekt, doe het zelf maar. Dit is gewoon van, bouw nu dit, bouw nu dat, bouw nu zo. En dan heb je €1000 en dan ga je naar de volgende missie. En dan heb je ook nog eens, dat is wel grappig, dirty money en clean money. Dus er zitten wel wat verschillende aspecten in en het wordt met de levels vorderen ook wel wat moeilijker en wat uitgebreider, maar het is niet heel erg uitdagend. Het is vooral een beetje wachten steeds, want je kan dus al die mannetjes die je aanhuurt, waaronder jij zelf als de boss, met die statistieken dus kan je op pad sturen om kleine missies te doen. Dat gaat inderdaad van huren een bepaalde plek tot en met installeren een distillery in die plek. Of... Ja, en breek in dat huis in om wat dirty money binnen te halen. En je hebt natuurlijk ook de keuzes die je daarin maakt leiden tot een goede reputatie bij Clandizi of bij andere gasten. Dat is niet eens bekend wie bazen. Dat zijn. Er wordt af en toe een naampje bij genoemd. Dat stadje is er dan, zeg maar, wat jouw rap inderdaad is in dat stadje. En that's it. Want je ziet voor de rest, je ziet wel wat mensen over de straat lopen. Maar weet je, dat is het ding. Van als wij dus iemand erop uitsturen om een gebouw te gaan overvallen, dan is het niet letterlijk dat jij dat doet, meestal. Maar dan is het gewoon een opdracht die je ziet gebeuren ergens in de bottom of your screen, dat iemand weg is. Ja. En that's it. Wat eventueel nog wel potentie heeft, is sowieso vind ik het stijltje best grappig. Weet je, dus inderdaad, weet je, die oude Italiaanse New York stijl, weet je, af en toe een grappig muziekje. Weet je, we hebben het in de meeste games ook veel beter en veel uitgebreider gezien, hoor. En dat geldt eigenlijk voor alles, weet je, ook die resources. Sim die het meestal aan het spelen bent. Ja, weet je, ten eerste ziet het er rubbish uit. Het is echt, maar echt 10 jaar geleden zou die game nog uitgekomen kunnen zijn, letterlijk. En voor de rest is het is vrij simpel allemaal. Weet je, je kan je hebt wel een wat uitgebreider arsenaal aan wat je kan bouwen, weet je, maar je wordt steeds voorgekauwd van wat je moet doen. Je kan een brewery bouwen. Het hele principe is zo simpel. Ik bedoel, je haalt geld binnen. Op een gegeven moment kun je ook een soort van wanted level krijgen. En als die aan zijn max zit,
Dan moet je uiteindelijk kun je bijvoorbeeld een fine betalen, weet je wel? Nou, maar je kan je er heel makkelijk of je geeft. Maar je verdient zo makkelijk geld, weet je, of je wacht gewoon op het moment dat je merkt van dat je heat level bijna aan de max is, ga je nog even flink wat geld binnenharken. Je stuurt er nog wat mannetjes op uit. Heb je gewoon genoeg geld? Hup, laat maar komen het hoogste heat level en je betaalt het vervolgens. En er is gewoon verder niks aan de hand. Nou ja, dan begin je weer overnieuw. Opnieuw met je heat level. En je hebt inderdaad wel, want dat is het ding. Je hebt verschillende manieren waarop je aan geld kan komen. Maar stel, jij hebt alleen een brewery gebouwd. En je geeft niet inderdaad. Je kan er wel wat tijd in steken dat je een hele soort van die stad overneemt en wat dan ook. Maar het is helemaal niet nodig. Want je kan dus ook nou gewoon één brewery maken. En je maakt een kroeg die overval je en dat die van jou is. En je wacht gewoon tot het geld. Het gaat wel heel langzaam dan. Maar het geld is al binnen en je hebt de missie uitgespeeld. Ja. Dus. Bleh. Kijk, we zijn nu inderdaad heel negatief. En dat is vooral voor mij het feit omdat het gewoon een boxed game is. Als dit een downloadable game was, of zelfs een indie game. Ik heb toevallig nog even de credits gekeken. Er hebben 50 mensen aangewerkt ongeveer. Dus dat is eigenlijk zonde van 40 of eigenlijk 80% van die mensen die dat gemaakt heeft. Als deze game door 10 mensen was gemaakt bij een indie developer, wat dan ook, had ik het gewaardeerd, weet je, want inderdaad, er is veel mis mee, maar bij dat niveau past het. En bij een boxed game is dit gewoon echt niet je tijd, niet je geld, niks van alles waard. En weet je wat het ding is, kijk, zo'n Tropico game bijvoorbeeld, die was sterk. Dan ben je of op een gegeven moment ben je een goede dictator of een goede leider, of je bent bijvoorbeeld echt een slechte dictator die scheid heeft aan alles en gewoon maar op eigen gewin uit is. Hier ben je dus een gangster, maar je hebt nooit echt het gevoel dat je iets doet. Dat je ergens naartoe aan het werken bent. Nee. Dat je echt die Dawn aan het worden bent. En, dat is het inderdaad. Weet je, je levels worden steeds wat groter. Je moet steeds iets meer doen om hem uit te spelen. Wat tijd, meer tijd kost, wat meer stappen. Maar je hebt inderdaad niet dat gevoel dat je echt iets mee bezig bent. En het is een soort van slechte light versie, misschien zelfs van Tropico. Ja, en als je op een gegeven moment een map beëindigd hebt en je bent de grote winnaar, als het ware, dan begint het weer helemaal opnieuw. En heeft alles wat je daarvoor hebt gebracht, dat heb gedaan, is nog het erge. Inderdaad. Het is allemaal weg. Nou, dat is zo stom. Inderdaad, dan denk ik van, dat was op een gegeven moment was het grappig. Had ik een soort van hele moest inderdaad een target halen. Maar ik had daarnaast alleen voordat ik die target had gehad, had ik inderdaad de halve stad al overgenomen. Had ik allemaal dingen gedaan. Ik dacht van, weet je, ik ben rijk, wat dan ook. Ga ik naar een ander deel van de stad, inderdaad, omdat je de level hebt uitgespeeld. Gebeurt er inderdaad letterlijk niks meer met wat je daarvoor hebt gedaan. Dat is inderdaad ook een hele gemiste kans. Dan krijg je toch nooit het gevoel dat je op weg bent de grote man in Atlantic City te worden. En dat is wel zeker een gemiste kans, maar ook gewoon slechte game design, slecht uitgewerkt. Slechte game, gewoon klaar. Applesauce! Dus al met al is dit tot nu toe de slechtste game die ik heb gespeeld dit jaar verreweg. Nou ja, ik wil niet zeggen dat die heel erg slecht is. Heel, heel, heel erg slecht. Maar Laat ik hem inderdaad anders stellen. Het is die relatie tot. Het is gewoon een full-priced game lang niet waard. Nee, zeker niet. Dus hou je geld in de pocket. Spendeer hier geen tijd aan. Pak een XCOM, pak een andere toffe simbuilder. Ga desnoods weer terug naar Tropico 4. Ja.